Nou, hier moet het gaan gebeuren dan. De balkonscène vanwege de bekerfinale van Feyenoord tegen FC Utrecht. Ja. En dan moest het natuurlijk eerst winnen, daar gaat het natuurlijk wel om. Gelukkig loopt de burgemeester niet op de zaken vooruit, maar regeren is vooruitzien. En hij treft dus alvast voorzorgsmaatregelen. En vanzelfsprekend nemen wij in de driehoek, ik als burgemeester verantwoordelijk voor de openbare orde en veiligheid, onze voorzorgsmaatregelen. Maar het lijkt me helemaal niet gepast om het daarover te hebben. En moet je ook rekening houden met een terreurdreiging? Ik hou ook met alles rekening. De tijdgeest dwingt helaas ook met dat soort elementen rekening te houden. En wat betekent dat? Veel camera's, extra politie? Nee, ik ga helemaal niks over zeggen. Nee. Ik ga ervan uit dat er hier leuke mensen komen en een feestje vieren. En dat ze hier een club gaan toejuichen. En wat er omheen moet gebeuren, dat moet u vooral aan de burgemeester en de driehoek overlaten. Feyenoord hoeft dus alleen nog maar te winnen. En als je afgaat op de statistieken, dan kan die beker de Rotterdammers ook nog maar nauwelijks ontgaan. Sinds de oprichting van FC Utrecht in 1970 hebben de twee clubs elkaar 95 keer ontmoet. En verreweg de meeste keren pakte dat in het voordeel uit van Feyenoord. Helaas alleen niet die bekerfinale van 2003. Nu is het onze beurt om er iets beters van te maken. Statistieken zeggen niet zo heel veel in dit soort opzichten. Heeft u nog een sportief advies aan de jongens van Feyenoord? Zweten. Veel zweten die dag. Hup Feyenoord en ook hup burgemeester. Die heeft gelukkig ook nog even de tijd om zijn balkonscène te oefenen. Deze zo? Zo is beter. Volgens mij gaat hij zo.